Ik ben weer eens in het zuiden, in Limburg. Om precies te zijn in Kerkrade, bij het Discovery Museum. Het voormalig Continuum, Columbus en Cube. Ja, hier laten ze je precies zien hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap, techniek en ontwerp. Eigenlijk proberen ze de aarde een klein beetje mooier te maken. Ik heb een tip binnengekregen van Stijn. En die wilde me heel graag laten zien welke expositie zijn vader hier binnen heeft gebouwd. Kom bij! Hallo, ik ben Stijn, ik kom uit Hoensbroek en zit op school Broekland College. Wat leuk is om te vertellen is dat mijn vader en collega's hier achter mij een supermooie expositie hebben gebouwd. Stijn! Hey Lex! Tik hem aan! Kijk eens hier, hier hangen hesjes. Je hebt mij een tip gestuurd, hè? Ja. Over Stad in de Steigers. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg ik helemaal goed. Waarom heb je mij die tip gestuurd? Nou, het is hier superleuk en je hebt hier allemaal leuke spelletjes en races te doen. Ja. En dat lijkt me wel leuk om met jou te doen. Wat gaan we hier eigenlijk meemaken? Waar is Stad in de Steigers? Waar gaat dat over? Nou, het gaat over hoe een stad opgebouwd wordt of een dorp. Vanaf het begin af aan? Helemaal vanaf het begin af aan. Dat vind ik wel super tof. Ik ben benieuwd. Ik ook. Kom maar mee. Nou, dan gaan we. Wat ik je als eerst wil laten zien is dit. Ja. Dit is een race en daar wil ik je wel voor uitdagen. En jij denkt van mij te gaan winnen? Nou, dat denk ik wel, ja. Wie begint er? Steen, papier, schaar. Nou, jij mag beginnen. Ik mag beginnen, hè? Ja. Oké. Jeetje, jongens. Het is net Expeditie Robinson. Stop de tijd. 3, 2, 1, go! Dit kan sneller! Dit kan sneller! Nee, andersom, andersom, andersom! Echt niet? Help! Daar komt die hoor. Oeh. Je hebt gewonnen! Yes! Kijk Lex, hier is gewoon een hijskraan die je zelf kunt besturen. Helemaal zelf? Helemaal zelf, ja. Dat is wel tof, ja. Nu mag ik? Jazeker. Ik ben heel benieuwd. Ik ben Matthias Severijns. Ik werk in Heerlen als directeur van IBA Parkstad. Ja, Mathea, Stad in de Steigers, wat maakt deze expo nu zo bijzonder? Wat hem heel bijzonder maakt, is dat je eigenlijk in alle rollen kan kruipen die te maken hebben met het maken van de stad, het bouwen aan landschap. En dat kun je hier allemaal doen en allemaal beleven. Ja, van het begin af aan zie je en merk je hoe je het helemaal wordt opgebouwd. Ja, ja, je kan hier kijken naar hoe ontwerp ik, hoe denk ik daarover na, wat moet ik onderzoeken, wat moet ik weten. En uiteindelijk kan je ook gaan bouwen en je mag ook zelfs een beetje slopen. Oh, kijk, ja. En dat is natuurlijk altijd fijn. Wat maakt het nou zo leuk voor de museumbezoeker om hier een kijkje te nemen? Hij kan overal in de rol kruipen, in de huid kruipen van een architect bijvoorbeeld, of van een landschapper of van een archeoloog. Allemaal mensen die meedoen en meedenken aan het bouwen aan de stad. Ja. Waar komt deze expositie eigenlijk vandaan? Nou, wat wij graag willen als IBA, hè, IBA is een programma van 10 jaar waarin we 50 projecten realiseren. We bouwen aan de toekomst van deze regio, van Parkstad. En vandaar dat we het belangrijk vinden dat dat niet alleen maar iets van een tekentafel is, maar dat mensen ook zelf in die huid gaan kruipen en zelf gaan zien dat ze samen kunnen werken, dat ze bij kunnen dragen aan het bouwen van de stad. Ik ben met Stijn lekker een beetje rondom kijken overal. Het is ook voor kinderen met name leuk, geloof ik, hè? Ja. Ja, het is namelijk voor kinderen leuk. Ze kunnen van alles proberen, ze kunnen testjes doen, ze kunnen een route hier doorheen doen met vragen. Ze kunnen alles vastpakken, ze kunnen bouwen, ze kunnen slopen. Ja. Alles wordt echt dichtbij gebracht. Vooral dat slopen vindt u ook leuk, hè? Ik vind dat slopen geweldig. Dan kunnen ze zich even lekker uitleven een paar uurtjes. En dan kunnen ze zich uitleven een paar uurtjes. Ja, heerlijk. Dankjewel. 3, 2, 1... moeten de muur omverwerpen. Zullen we trekken? Ja. Duwen. 3, 2... Zo, nou dat was een leuke middag, Stijn. Ja. Je helm kan hier. Je hesje weer netjes ophangen. Hey, mag ik jou vriendelijk danken voor de leuke tip? Ja. Ik heb echt een supermiddag gehad. Ja, ik ook. Tik hem aan. Hoi. Hoi. Nou, ongelogen, ik had echt een geweldige middag hier. Meer dan de moeite waard om ook een keer zelf een kijkje te komen nemen. Voor nou, hoi je. En dit zie je de volgende keer. Ik heb een project gemaakt hoe het voelt. En dat zijn animaties over hoe het voelt om een depressie te hebben.